Mijn naam is Lodewijk de Leu en welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Wie jager wilt worden, moet nu beginnen studeren, want in het voorjaar start de cursus en volgt het examen. Maar met een goed resultaat is de kous nog niet af. Je moet van onberispelijk gedrag en zeden zijn en wat geld over hebben voor de vergunning, het wapen en de pacht. Volgens Paul van Genechten moet een jager bovenal de juiste ingesteldheid hebben, want de speeltijd van zomaar schieten op alles wat beweegt is voorbij. Ik ben Paul van Genechten. Ik ben secretaris van WBE Pitsenburg in Putten. En om te jagen moet je al, dat zit er normaal van kleins af aan in, van jongs af aan. Maar je hebt ook mensen die op latere leeftijd beginnen. Je moet ten eerste een examen afleggen. Dat examen is wel degelijk ingewikkeld. Als je door dat examen doorkomt en met goed resultaat, dan kun je een jachtvergunning bekomen. Die jachtvergunning die dient om te jagen, maar ook om je wapens te mogen dragen op de openbare weg, zo gezegd. De cursus moet je aanvragen en die moet je betalen dan aan de overheid. En die begint ongeveer in februari. Als je dan de examens worden afgenomen rond april. En als je dan geslaagd bent, kun je datzelfde jaar nog jagen. Dan krijg je een jachtvergunning. Een jachtvergunning kost toch in het Vlaamse gewest kost dat toch 6.000 frank. Dat is 150 euro. Voor alle dagen te jagen. Hè. In het Waalse gewest, dan zitten we al aan 250 euro. Dat is wat duurder. Maar dan kun je jagen. Dan zet je jager en dan mocht je met een wapen rondlopen op de gebieden waar dat je vergunning voor hebt. De kostprijs hier in het Vlaamse gewest is de kostprijs nogal menselijk. Omdat het zijn allemaal mensen die je kent. Er wordt veel pacht betaald met een stukje wild. Een fazant, een haas, wat duiven. En voor de rest is het niet zo duur. Het is niet zo duur. Maar als je dan gaat naar het Waalsgewest en je gaat al verder, dan begint het al redelijk wat geld te kosten. Dan praten we al over 2500 euro, 3000 euro voor een part in de Ardennen. Je moet ten eerste in het Vlaamse gewest moet je 40 hectare in blok hebben. In het Waalsgewest moet je 50 hectare in blok hebben. Maar je kunt je ook inmengen in een groep die reeds die hectare beschikbaar hebben. En dan kun je daar zogezegd een aandeel pakken. Je hebt een jachtrechthouder en je hebt aandeelhouders. En zo begint het te jagen. De wapens, dat varieert. Je hebt wapens van 1500 euro. Je hebt er van 1000 euro, maar je hebt er ook van 20.000 euro. Maar normaal variabel kost een wapen zo rond de 2000 à 3000 euro. Een hagelgeweer, kogelgeweer moet je dan nog tellen. Dat is hetzelfde. Omdat in het Vlaamse gewest tegenwoordig nogal veel reeën en vossen zitten. En die moeten dan met de kogel geschoten worden. Aangaande munitie, dat varieert. Ja, als je per jaar een 100, 150 kartussen opschiet, dat is tegenwoordig al veel. Omdat de jacht is wel veel achteruit gegaan. Het kleinwild is fazanten. Is geweldig achteruit gegaan. Konijnen, die hebben de ziekte, die zitten er meer. Hazen, dat gaat nog. En dan zijn het veel duiven schieten. Wie wil beginnen met jagen, die kan een paar problemen tegenkomen. Ten eerste moet je een zuiver bewijs hebben van goed gedrag en zeden. Heb je dat niet, moet je nooit meer denken aan jagen. Voor de rest moet je in het examen slagen. He, dat is een CA, dat is A en B. Dan moet je zeker en vast met goed resultaat doorkomen. Dan kun je gaan jagen, mits nog eens de betaling te doen. En dan kun je gaan jagen, dan is het geen orde. Tegenwoordig hebben we toch wel een beetje een probleem met jagen, omdat iedereen is niet jagersgezind. Tegenwoordig krijgen we nog wel eens veel controle van de Rijkswacht en zo. Alhoewel dat dan niet, we hebben er geen problemen mee, maar die moeten komen zien. En dan, ja. Vroeger was
natuurpunt en al de groene jongens, gelijk wij zeggen, die worden wel in het begin, ik zal maar zeggen, over 20 jaar fel gekant tegen de jacht. En dat is al een beetje om te veranderen, omdat de jonge generatie het besef krijgt van niet meer te schieten, schieten en doden, wel een natuurbehoud doen. Dat is wat wij nu vooruitstreven. Wij horen dat genoeg dikwijls als ontjagen zijn, dat we verweten worden van moordenaar en bandiet en gangster. Maar dat is het niet. Dat is het niet. Als ze de dag van morgen de jacht wegnemen, dan krijgt de landbouw en al dat krijg je allemaal problemen. Als je nu pakt boomplantages en tuinbouw, dan hebben de reden is dat op een beetje, dat kan wel wat schade doen. Maar het meeste dat schade dat we krijgen, dat is van de duiven. De bosduiven, dat is het meeste schade. In de zomer aan de graangewassen. In de winter, in de uitkom aan de koolgewassen, uit tuinbouw. Dat is het meeste probleem, de huidduif. Het jachtbestand is geweldig veranderd. Ik zal maar zeggen, over 20 jaar toen zaten in het Vlaamse gewest weinig reeën. In Limburg daar zaten er wat, maar hier bij ons zaten toen geen reeën. Maar nu is het reebestand, dat is toegenomen hier in het Vlaamse gewest. De fazanten, die ja, vroeger waren, kosten veel fazanten, heb ik. Maar nu is dat, de vos zit erop. De kwaadvogels, de buizers en de valken en zo. En dat is fel geminderd. Hazen ook, jonge hazen, die worden dan gepakt van de vos, die worden gepakt van de buizers. Het is wel fel achteruit gegaan. Het ecosysteem is ontveranderd, want ik zal wel zeggen, in de Limburg daar zitten ze met het probleem van de wilde zwijnen. Ik weet niet of je dat weet, de wilde zwijnen. Die zijn stilletjes al naar hier ontkomen, ze zitten al tot in Aarschot, Herend, zitten ze al. Dus dat probleem krijgen we ook, iets dat over 20 jaar niet denkbaar was. Dat is nu het probleem geworden. Normaal moet je al een natuurmens zijn. Hè. Je moet graag buiten zitten, je moet graag in de natuur zijn. Dat is het eerste vereiste. Hè. Dan nog eens een keer, wat is het plezier eraan? Feitelijk, als ik nu mag zeggen, voor het ogenblik, vroeger was het een plezier van te jagen. Maar nu is het al een must. Ik zal maar zeggen, er komen te veel duiven, die moeten verdelgd worden. Het is feitelijk een must en zo moet je het zien. Er zijn veel verschillende mentaliteiten van jagen. Maar mijn mentaliteit is, je moet natuurliefhebber zijn. Je moet ten eerste moet je iets kunnen zien vliegen, zien lopen en toch op de vinger van een geweer niet krommen. Dat is een eerste vereiste dat je moet kunnen. En dan zijn we bij mij een weidelijke jager. Niet van direct moeten schieten, eerst oriënteren, waarnemen en dan schieten. Maar dat is ieder jager zijn mentaliteit, alhoewel dat die mentaliteit aan het verbeteren is. De oude generatie die is nog van het principe van jagen is doden en jagen is dit. Maar de jonge generatie die beseft al dat je moet eerst, een boer die moet ook zaaien en dan oogsten. Dat moet een jager nu ook doen. Zaaien, zien wat er zit. Als er te weinig zit, stoppen, sparen en dan terug tellen en dan kunnen schieten. Dat is het jagen tegenwoordig. Niet voor van maar schieten. Als je het laatste stukje doodschiet, dan is het gedaan. Hè.